Goedemorgen, guys. Nee, goedemorgen, jongens en heren, dames. Dus vandaag gaan wij allerlei oorlogsmuseums bezoeken. Eentje aan de Utah Beach. En dan ergens daar nog tussen. En dan gaan we er een bezoeken dat meer zo van die tunnels heeft. En dat is zo aan Herburg ergens of zoiets. Ik ga het dus straks allemaal nog wel wat duidelijker zeggen. Indien die gegevens wat meer kent. We gaan dan zo eerst naar daar gaan, naar het verste punt. En dan gaan we terug. Maar we gaan allereerst nog even naar een dierenarts hier. Want bij ons in België is de regel, als je ze pil geeft voor die antiworming, dan is dat werking na 5 dagen. Maar uiteindelijk stond er op de website, maar ik had dat verkeerd gelezen, binnen de 5 dagen vertrekken naar Jersey. Want we zijn naar Jersey. De ferry is nu al geboekt. Dat we zo van Saint-Malo naar Jersey gaan. Dan gaan we daar een nachtje verblijven. We gaan nog enkel zien wat we gaan doen. We hebben de tenten zo mee om mee te kamperen. Papa wil meer een hotel. Ik get that. Ik vind dat niet erg. Maar dan moeten we wel even zien hoeveel dat natuurlijk kost. Want het moet wel een beetje schappelijk blijven. Want we hebben deze ook nog, hè, natuurlijk. Maar dat komt allemaal in orde. Dus ja, nu maak ik me gewoon klaar om aan de dag te beginnen. Papa is nu broodjes aan halen. Is het gelukt, papa? Hè? Leeg als we met allemaal wat poetsen. En zo. Is het gelukt? Is het niet nat geworden? Nee, maar ik heb hem onder mijn arm gehouden. Is dat. Het verste gedeelte waar we eerst naartoe gaan is dus, dat ben ik nu te weten gekomen, Omaha Beach. En dan gaan we zo terug af naar Utah Beach. En dan ergens tussen Utah Beach en een ander gedeelte, maar ik denk dat het ook Utah Beach is. Dus eigenlijk rijden we ontzettend een heel stuk, hè. Omaha Beach, Utah Beach en dan nog een ander soort beach, maar dat is allemaal zo geconnecteerd over de oorlog. En dan heb je zo van die vrachts en zo, en die tanks. En ook op strand zelf nog van die afgebroken paden waar ze mee opkwamen op het water, op strand. Dus dat is echt wel, dat gaat echt nice zijn. Wat ook sowieso op mijn bucketlist staat, is zo Auschwitz te gaan bezichtigen. Maar ik krijg papa nog niet zover. Dus misschien dat ik het op mijn eentje ga doen, ik ga zien. Maar ik weet niet dat het zo verstandig is om op mijn eentje als vrouw naar Pool te gaan. Maar we zullen zien. Ja. Een plaatselijk buitje, zeg. Amai. We zijn nu aan de Moisy batterie. Aan een mandje. Dat speltje is heel mooi, hè? Om de kanons te zien, de tunnels en de bunkers. Ik ben enorm benieuwd wat we allemaal gaan zien. Van de militairen. En waar is dat? Dat zit in een boot van het leger. En wat is dat? En die veert tot ons land. Met allemaal troepen erop. Een landingscraft. Ja. Observatiepunt. Ja, hoor.
zee daar helemaal verderop. We zijn hier nu tussen de loopgraven aan het wandelen. Dat is 2,5 kilometer. Dat je hier kunt rondwandelen. Dus dat is wel cool. Ja, dat moet echt wel raar doen als je tijdens een gevecht in zo'n ruimte ziet. Dat is toch wel zalig, zo'n machine. Wow. Wacht, Eliane. We gaan hier nu door zo'n bunker. Dat is een personeelsbunker. Maar het is donker. Wow. Maar jullie staan. Dat wordt verlicht. Oh, dat is creepy om in zoiets. Amai. Kom je Lena? Daar hebben ze zo'n kleine raampjes. Kijk hoe klein. Ja, kom maar. Ik heb een mooi. Het is een opvideo. Het staat gewoon beeld. Het is die zon. We zijn nu aan het museum van de Utah Beach. Dat is een bijzonder mooie tank. We gaan eerst even rondwandelen met Eliana. Eliana mag daar niet in en dan laten we ze eventjes daarin. En we gaan proberen te kijken of we hier iets kunnen eten. Hij is toch echt schraaf, hè? Vind ik het ietsje. Liana, wacht, hè? Liana, wacht. Overal geliefd. We zijn nu aan het zeetje van Utah Beach. Ja, zwemmen? Er is een bij mij aan het volgen. Super irritant.
proberen hem om te draaien. Ook al leert hij niet meer, ik vind het toch gewoon een epic. Ja. Dat was een speciale, rare... Ah, hier is een huisje weg. We zijn nu op een tussenstukje ergens. Dat we hebben opgemerkt door er langs te rijden. Zie je die tanks? Dat vind ik echt zalig, hè? Die reden zo van die pont waar ze vroeger zo overgelopen hebben om gemakkelijker ook met hun vracht en zo op het strand te geraken en dan zo te kunnen aanmeren om dan ja te kunnen aanvallen en naar hun kampen te gaan. Dat is echt wel de moeite. Wauw, speciaal. Groot, hè? Schat. Nee, schatje. Hela. Bedankt, hè. Daar ging allemaal achter. Ik weet niet of jullie dat zien. Die zwarte punten zo. Dat
daar is ook zo'n bunker. Maar ja, dat is altijd onder water, dus je zit er eigenlijk gewoon niet meer op. Ja, dan kom je aan eens kijken door dat gat. We gaan er eens door gluren. Nee, jij gaat daar niet onder de was, zotteras. Maar je ziet dat. Daar zitten wel eens mensen, denk ik. Want dat is wel in koekjes en afval. Pas op, Juliana. Ja. Heuvelwisch. Ja, mensen, daarachter is dus de zee. Ze weten wel die wel zien. Mijn arm is net niet genoeg. Zie je, zag het stukje. Ja, daar is het in Jeroen. Mooi zo langs de kust. En nu gaan we naar Estemariglise. Marie-Glise. Ja. Oh, dat is goed. Dat is inderdaad schattig. Staat er mee op. 10 kilometer. Hoe spelt je dan? Saint-Marie-la-Église. Dat weten we ook niet eens, mensen. Zie je het dan mooi? Kom maar door, terug. Je kunt tot van achter, hè? Daar zijn die parachutes. Dat is een beeld, want achter is de koeienbaan. Hier zijn we aan de Airborne Museum. En daar is het kerkje waar de man aanhangt met de parachutisten. Waar is hier al wat filter? En waar is het dus? Over 300 meter sla rechtsaf naar Rue de La Fourchette, de D974. Parking hier, ja. Parking. Ja, ga maar recht door. Dat is wel een speciaal museum, precies. Ja, mensen, ik kan echt totaal niet goed Frans uitspreken, maar. Is het precies gesloten? Nee, want daar is de deur open. Stresskip. Op. De man die Victorie Museum. Honden zijn er ook welkom.
Oeh, Iliana. Ja, die weegt minder dan ik. Moet een beetje maar niet lachen, hè? Oh. Ik foto pak. Dat doet precies niks.